Studeren is de mooiste tijd van je leven. Dat wordt vaak gezegd. Maar wat nou als je na die mooie tijd blijft zitten met een torenhoge studieschuld? Minder leuk. Dit is Van 0 tot 23. Hallo! Hi, Irver! Hi, Joanne! Ik ben vandaag in Leiden en ik heb afgesproken met rechtenstudenten Fleur. Ze woont in een echt studentenhuis. En nee, hier wonen geen kerels, maar 25 meiden. En theepotjes genoeg, maar ik ben benieuwd of ze ook een gezamenlijk huishoudpotje delen. Hallo! Hey! Hallo! Jeetje, Mine, ik ben nog nooit in een studentenhuis geweest met 25 vrouwen. Ja, we zijn met heel veel. Hoe is dat? Gezellig. Ja? Druk. Het ziet er allemaal wel schoon uit. Doen jullie dat zelf? Of hebben jullie een werk? We zeggen wel dat we het zelf hebben, maar we hebben hoe vaak komt ze? We hebben Jamina, die werkt hier al 25 jaar. Ja. En die komt hier drie keer in de week. Ja. Drie keer in de week? Drie keer in de week. Al 25 jaar. Die komt drie keer. Maar dat kost natuurlijk wel geld. Ja, dat zit bij ons in de huisrekening. En dat is 22,50 per maand. En dat komt dan nog wel bovenop je huur, maar er zit eigenlijk alles in. We hebben ook bijvoorbeeld elke ochtend vers brood hier. Dat zit er ook in, dus dat is heel fijn. Oké. Okay. Ja. Want hoe doe je dit dan met koken? Allemaal goed eten of vooral heel veel pizza's halen? Nee, we hebben een systeem voor. Waarom hebben pizza? Nee. We eten eigenlijk ook best wel goed. Nee. Maar het gaat bij ons al echt om 17:30 mee met z'n allen thuis. En dan leg je €3 in. En dan hebben wij de supermarkt daar. Dus dan gaan er 2 mensen inkopen en 2 mensen gaan koken en de rest die was af. Hoeveel geld ben je dan in de maand kwijt aan eten? Aan eten, ja, je koopt zelf ook nog wat je daarachter zit, je eigen mandje. Dus dat zijn gewoon met de sultana's en gewoon je ontbijtspullen wat je op je brood smeert en zo. Maar ik zelf ben best wel dat ik best wel veel luxe dingen dus ook koop. Dus ik denk dat ik in de maand nog best wel iets van €100 of meer dan €100 er sowieso wel aan kwijt ben. Aan eten. Fleur betaalt zelf €1212 aan huur voor haar kamer. Nou, dit is mijn kamer. Oké, ben benieuwd. Daarnaast heeft ze kosten voor collegegeld, boeken en boodschappen. Maar er wordt mij ook meteen duidelijk waar ze nog meer veel geld aan uitgeeft. Hey Fleur, is het moeilijk rondkomen voor jou? Nou, het is nu op zich wel lastig, want ik heb nu mijn studiefinanciering en een lening, maar die betalen mijn ouders terug. Maar ik heb nu nog een tijdje een maandelijkse bijdrage van mijn ouders, maar die gaat wegvallen. En nu merk ik wel dat het gewoon wat lastiger is, dat ik wel echt een bijbaantje moet zoeken, omdat ik gewoon veel meer uitgeef dan dat ik eigenlijk kan. Ja. Want je zegt, je hebt een lening, want hoeveel leen je dan? Ik leen maximaal bij en dat is volgens mij rond de 550 euro, zoiets. Om meer inzicht in haar inkomsten- en uitgavenpatroon te krijgen, heeft Fleur zich aangemeld voor het project Slim Studeren is Geld Beheren. Een budgettraining die wordt gegeven aan eerstejaarsstudenten door ouderejaarsstudenten. En wij willen studenten gewoon wat wijzer maken over hun inkomsten en hun uitgaven. Dat ze een wat beter beeld hierover kunnen creëren. Wat er precies inkomt en wat er precies uitgaat. Hoe komt het eigenlijk dat steeds meer en meer studenten in de financiële problemen raken? Ja, we zien eigenlijk dat studenten steeds meer gaan lenen omdat ze relaxter willen gaan leven. Dat wil zeggen dat ze gaan lenen onder andere om een biertje te kunnen betalen, maar ook op wintersport te kunnen gaan. In plaats van alleen maar voor hun studiekosten of hun collegegeld. En waar we eigenlijk aan zien dat komt, is dat studenten minder fysiek met geld omgaan. Sowieso deze generatie is echt van het elektronisch betalen. Dat wil zeggen dat we altijd een pinpas bij ons hebben en niet meer zozeer daadwerkelijk het geld in onze handen hebben. Waardoor je ook minder bewust bent van wat je eigenlijk hebt en wat je uitgeeft. Ja, je inkomsten zijn inderdaad nu wel een stuk hoger dan je uitgaven, dus dat is top. Maar leen je ook bij? Ja. Ja. En je denkt er dan niet over na, zoals je nu ziet, dat je uitkomt met je geld. Denk je dan niet dat je je lening beter op kan zeggen? Of niet? Nee, omdat mijn lening wordt doorstemmen. Het onderzoek van het Nibud is gebleken dat in 2004 de studenten gemiddeld rond de €10.000 aan schuld hadden. Terwijl dit in 2008 al naar €12.500 was gestegen.
En het laatste onderzoek uit 2011 van het DUO heeft laten zien dat dit intussen boven de 15.000 euro zit. Waarbij we dus zien dat per 4 jaar een stijging van 2.500 euro erbij komt. En dat zijn wel, ja, daarom is het programma ook mede opgezet. Omdat we echt een duidelijke stijging zien in het gemiddelde studieschuld aan het einde van je studie. En wat daar de gevolgen van zijn is dat je toch minimaal 15 jaar aan vast zit. En je gewoon een minimaal bedrag per maand gaat aflossen. Wat over het algemeen rond de 100 euro of hoger ligt. Dat we zeggen dat je eigenlijk de komende 15 jaar na jouw studie gewoon nog vastzit aan de gevolgen van het lenen. En daarbij komt ook dat het gewoon invloed heeft op het kopen van een huis of het kopen van een auto of andere dingen die 15 jaar daarna wel heel belangrijk voor je zijn. En daarbij komt ook gewoon de kennis dat vanaf het eerste moment dat je leent je gelijk rente gaat betalen. En wat we nu zien is dat studenten echt de kennis ontbreekt bij studenten over wanneer je gaat betalen en hoeveel je moet terugbetalen. Dus probeer het echt te voorkomen. Je eerstejaarsstudent, als je nu al begint met bijlenen en al bent aan het geld wat er binnenkomt. Het is gewoon ontzettend zonde. Oké, dan sluiten we af met wat handige tips en tricks om op je uitgaven te kunnen besparen. Als student ook heel belangrijk om te weten, je hebt heel veel studentenkortingen waar je recht op hebt. Je kan je studieboeken kan je met korting halen, computers en software, bioscoopkaartjes zelfs. Je kan voor minder geld naar de kapper als student. Heel veel mensen weten dit. Wat vond je nou van de training? Ja, leerzaam vooral. Heel leerzaam. Ja. Wat heb je echt geleerd? Nou, dat lenen toch niet echt altijd de oplossing is. En misschien dat ik beter met mijn ouders een andere optie kan bedenken dan lenen. Want het kost gewoon echt heel veel geld. En met die rente en zo, ja, dat heb je niet door omdat je het niet meteen betaalt. Maar je betaalt er later wel voor. Ja, als je natuurlijk zo doorgaat. Precies, ja. Moet je heel veel terugbetalen. Moet je heel veel terugbetalen, ja. Je hebt natuurlijk ook heel veel tips gekregen. Wat vond je nou echt een handige tip? Dat je dacht, hé. Ik vond die tip van neem je pinpas niet mee, maar pin voordat je uitgaat. Vond ik heel handig dat je contant geld mee hebt. Want ik merk inderdaad zelf dat ik dan heel snel, oh, ik ga even wat eten. Of, oh, ik koop nog een drankje. En dat soort dingen, dat het gewoon niet nodig is. En we hebben natuurlijk echt heel veel geleerd, hè, van die budgettraining. Maar het is ook wel even leuk om toch nog even te shoppen. Ja, dat sowieso. Ja. Doen? Tuurlijk. Heb je iets nodig? Eigenlijk niet, maar we kunnen altijd kijken. Lekker aanwezig. Nick? Oh nee. Proost. En deze is voor mij. Nou, dankjewel, schild. Maar volgens mij komt het wel helemaal goed met jou, want je hebt niks gekocht. Nee, ik heb niks gekocht. Dat scheelt echt heel erg. Ja, gelukkig. Heel knap gedaan. Volgende week ontmoet ik Nandi. En ze laat me niet alleen zien dat ze heel goed kan turnen, maar ze neemt me ook mee naar de osteopaat.